Hoi allemaal, vandaag is het weer eens tijd voor een shoplog. Jee, een sales shoplog. Mittens, mittens dol tasjes, zoals jullie inmiddels wel weten. Een sales shoplog en bij bijna allemaal winkels waar ik eigenlijk zelden kom, dat had te maken met mijn missie. Ik wilde namelijk een nieuw kort spijkerbroekje. Wil ik al een hele tijd, maar ik kan echt niks geschikt vinden. Ik wil niet high-waisted, omdat ik natuurlijk gewoon met mijn zwangerschapsbuikje dacht, ik wil gewoon een beetje lucht daaromheen. Ik wilde niet te kort, want ik ben tegenwoordig natuurlijk mama en als ik dan een beetje hem optil, wil ik niet dat iedereen mijn billen ziet. Dus ik had allemaal eisen en ik kon eigenlijk niks vinden. Dus zo beland ik bij alle winkels waar ik eigenlijk nooit kom. Ik ben bij de New Yorker geweest, bij de Sting en gewoon een beetje bij de Zara. Dus laten we maar gewoon beginnen bij iets randoms. Laten we maar gewoon beginnen bij de New Yorker, want daar vond ik shortjes. Jazeker. Ik koop shortjes altijd groot, omdat ik er niet van hou in de zomer als het om mijn lijf heen plakt. En ja, ik weet niet, ik vind het altijd lekker. En ik weet niet, ik vind het gewoon fijn. Dus ik koop shortjes altijd ongeveer 1 à 2 maten groter dan wat ik normaal zeg maar voor broeken doe. Ik kocht dit shortje bij de New Yorker. Kijk, het knoopt er allemaal uit. Gewoon eentje met lekker veel scheuren. Ik twijfel hier nog wel een beetje over, omdat hij best wel geraveld is aan de onderkant. Dus ik wil nog even Sven's mening van, is het te veel of is het net leuk, zeg maar. Dat is een beetje het dilemma. Maar hij zit wel heel lekker en het was een van de weinige die ik dus oké vond. Maar ik vond er daar nog een. Maar deze was trouwens 25 euro. Dat is een van de weinige dingen volgens mij die niet in de sale was. Denk ik. Wat ik eigenlijk nooit wil is een stretch broekje. Gewoon omdat ik wel hou van het echte stevige jeans en zo voor shorts. Weet niet waarom en ook weer dat hele plakken om je lijf gevoel. Maar deze zat zo lekker en was helemaal niet duur. En toen dacht ik, het is wel gewoon heel comfortabel. Gewoon ook voor thuis en gewoon even met Niels naar de speeltuin. En misschien niet super hip bij hoeft te lopen. Maar nou ja, zo en het ook, weet je, als het gewoon 25 graden is. Zo, dus deze. En deze zit echt super lekker. Hij is 15 euro en het is verder gewoon een heel simpel modelletje. En hij had hem in allerlei kleuren, maar ik vond dit wel een prima kleurtje. Dus die. Dan kocht ik nog een shirtje waar ik een beetje een festivalgevoel van kreeg. Maar een beetje gekke maten, maar ik wilde hem wat langer hebben. Het is eigenlijk een cropped model, maar ik heb hem gewoon in een L genomen en al hangt hij lang. Daarbij waren er ook geen S'jes, alleen maar XS'jes. Toen dacht ik, ja, XS, dan ben ik helemaal zo kort. Dus deze. En ook was er ook geen M trouwens. Het is gewoon een heel zwierig topje met een leuk beetje etnische print. Vond het wel lekker hippie. En ik dacht, dit is gewoon ideaal voor de zomer. Gewoon lekker luchtig, soort WH eronder en klaar ben je. Oh, die was trouwens, even kijken. Staat het erbij. 15 euro. Ja, die was trouwens ook niet in de sale. Ik had een heel leuk jas gezien in de sale. Maar die was er alleen maar een XS. En hij paste wel. Eigenlijk zat hij heel erg goed. Behalve bij de mouwen. Die waren een beetje kort. En als ik dan zo deed, dacht ik, ja, is dat nou praktisch? Het was echt een hele leuke jas. Helaas, dat was er echt een XS of nee, 34 of XS, whatever. En echt in mega groot, zeg maar. Dus van, oké, dat moet ik sowieso niet eens te proberen. In 42 en zo. Dat is gewoon niet mijn maat. Dan dit beetje een soort bloesig shirtje. Lichtroze. Ik hou van dit soort dingen. Het is gewoon ideaal voor naar mijn werk. Ik vind dit gewoon een heel mooi kleurtje. Een beetje dat poederroze. Gewoon een lekkere basic. Ik zit dus bij de New Yorker. Dus eigenlijk zeg maar een soort van niks uiteindelijk in de sale heb gekocht. Want dit was het. Deze was ook namelijk niet in de sale. Deze was 12 euro. Maar ja, hier heb ik uiteindelijk niks in de sale gekocht, terwijl dat wel uiteindelijk het doel was, maar goed. Het andere is dan wel in de sale. Ik ging naar de Zara en daar mag ik natuurlijk altijd maar weer een beperkt aantal spullen mee je hok in, wat ik op zich hartstikke goed vind. Alleen met de sale vind ik dat gewoon heel irritant, want dan wil ik gewoon dingen waarvan ik misschien normaal niet uit een rek zou pakken, wil ik dan passen om te kijken of het leuk is. Dus ik had nog een aantal andere dingen. Maar goed, ik mocht ze niet meenemen in mijn hok. En toen dacht ik, nou weet je, ik heb ook geen zin om twee keer in die rij te gaan staan. Dus, maar deze was een van die gokjes die wel mee mijn hokje in mocht.
En dit is een trui. En ook deze heb ik trouwens heel groot gekocht volgens mij. In een L. Omdat ik dacht, het is ook wel leuk als een soort, nou ja, niet jurk, maar wel als je bijvoorbeeld zo'n leren legging onder doet en dan dit er overheen. Dan is het, ja, jurk is een groot woord, maar wel een hele lange trui. Het is een beetje een gemêleerd stofje. Ik vind het heel leuk stofje. Het is een beetje, ja, wit met donkergrijs of zo. Of gebroken wit. En dan is hij gewoon lang en onderuit komt een beetje zo'n voile soort blouseje. En aan de achterkant is dat dus, komt dat al eerder. Dus aan de achterkant een soort van cropped met dat ding eronder uit. En de mouwen zijn heel mooi slank. En dat vond ik wel heel leuk, dat contrast met een beetje dat slouchy en dan strakke mouwen en dan dat blouse idee eronder. En hij stond gewoon heel leuk, dus ik werd er heel blij van. En deze is afgeprijsd van 25,95 naar 12,99. En dan twee broeken. Oh, de ene broek zit in de andere tas. Ik heb één soort legging spijkerbroek van de Bershka. En daar woonde ik ook echt in tijdens mijn zwangerschap. Voor wie die filmpjes heeft gezien, die heeft al 100 keer die broek voorbij zien komen. En die zit heel lekker. En dat was een beetje gewoon zo'n donkerblauwe, standaardblauwe spijkerbroekenkleur. En dan heel comfortabel. En eigenlijk had ik niet nog zo'n soort broek. En deze is, ja, A is een beetje afgelaagd en B, hij zit nu zo laag dat het ook niet heel charmant is. Dus toen zag ik deze. En dit is de Z1975 denim. Want ik denk altijd als je zo'n broek ziet en je wil hem open, dan kan je dat alles niet zien. Deze een beetje high waist, niet heel erg. En verder gewoon super, super basic. Echt een heel fijne, simpele broek. Hier heb ik wel gewoon een maatje 36 van. Deze was van 26 euro nu naar 20 euro. Dus nauwelijks afgeprijsd. Maar ik heb hier wel meer broeken van. En ik vind het een heel, heel fijn model bij mij. Een andere broek. Die ik ook bij de Zara kocht. Is deze donkergroene. En dat is dezelfde, er staat dan Zara Basic en dan weer dat Z1975. Dit is een donkergroene broek met een beetje van die, nou ja, ik weet niet hoe je dit noemt, gevouwen stukjes bij de knieën. Het enige waar ik over twijfel is of die niet te somber groen is. Maar ik vind hem verder wel heel mooi. Hij was afgeprijsd van 40 naar 25,99. En hij heeft van die ritsjes en daar is minder weer. Ik vond het gewoon wel een relaxte broek. Ik kocht daar nog twee dingen, niet voor mezelf, maar voor Sven eentje en voor Niels. Voor Niels kocht ik dit hele coole shirtje. En die was nu 2,99. Ik kan het prijsje wat het normaal was niet zien, maar ik vond het wel schattig. Dus ik dacht, jee. En dan kocht ik voor Sven deze. En dit is gewoon een jeans short. En deze was van 40 naar 50,99. Ik heb alleen maat 44 genomen, maar normaal had hij 42. Maar goed, hij is vrij lang. Dus ik dacht misschien dat het anders net te kort is. En er was ook geen 42, dus ik dacht, ik gok het erop. En anders dan brengen we het terug. Een andere winkel waar ik echt eigenlijk nooit kom, is de Sting. Want een collega van mij zei, daar hebben ze heel veel shortjes liggen en ga ervoor. Nou, daar kocht ik deze trui. Totaal niet voor de zomer, maar ik vond hem wel heel leuk. Dat is deze, een zwart-witte met een zwart-wit patroontje. Het is een beetje zo'n boxy trui, een beetje een soort dikkig spul. En ik weet niet, ik vond het wel leuk. Ik heb zoiets in het wit en die draag ik heel graag. En ik weet niet, deze deed me eraan denken. En ik weet niet, het was een beetje gek gegaan bij de kassa. Ik denk dat ze verder afgeprijsd waren dan ik dacht, want deze was 25 euro. Maar er staat niks van 25 euro. Oh, structured sweater, 15 euro. Jee, dat is altijd goed. En normaal was hij 35 euro. Dan nog een hemdje. Deze. Ook deze is krop bedoeld, maar heb ik gewoon in een L gekocht. Zo van, dan valt hij gewoon lang. Dit is gewoon zo'n heel lekker, ja, speurtje, weet je wel, zo echt zo'n lekker luchtig stofje. Het ziet ook een beetje, schijnt ook een beetje door, maar niet te veel, zeg maar. Met streepjes en een beetje
gehaakt aan de onderkant. En ik weet niet, ik werd hier gewoon heel vrolijk van. Ik dacht, het is gewoon ideaal op zo'n jeansshortje en dan hoptee. En deze was 15 euro. Dan een shorts. Ook afgeprijsd naar 15 euro. Deze heb ik in een M genomen trouwens. Deze. En hier werd ik gewoon heel vrolijk van. Dit is van het merk Ibiza nog iets. Of Pelagia Ibiza. Goed verhaal. En daar hadden ze echt hele leuke dingetjes van. Ik twijfel nog over een shirtje. Heb ik niet gekocht. Maar daar twijfel ik nog wel over met off-shoulders. En een beetje los. En een beetje hippie-ish. Maar deze vond ik sowieso heel leuk. Ik word heel blij van het kleurtje. En ik dacht, dit zit zo lekker. Alles fijn. En een van de dingen die je daarop kan doen is deze. Is van hetzelfde. Oh nee, is weer van Revelation. Ik weet het allemaal niet. En dat is een beetje een super vrolijke kleur. Een beetje roze-oranje. Met aan de onderkant ook weer een beetje gehaakt. Ik weet niet of ik deze ook heb. In ieder geval, geloof ik, 1 maat groter gekocht. Ja, 1 maat groter gekocht. Die was nu een tientje. Ook een heel lekker shirtje. Dat is alles wat ik kocht. Bij winkels waar ik dus, behalve de Zara, bij winkels waar ik eigenlijk niet zo vaak kom. Dus de New Yorker en de Sting. Maar ik heb echt ook superveel aangehad. 100 shortjes aangehad. Maar ik vond het wel weer even lekker om te shoppen. Mama paste op Niels. Ik moest namelijk vanmorgen naar de gynaecoloog. Dus dacht ik, dan plak ik er meteen even een shopsessie achteraan. Dus ja, en de gynaecoloog trouwens. Na bevalling moest ik weer een check-up na zoveel maanden. Dus dat was vandaag. Niks aan de hand verder. Ik hoop dat jullie het leuk vond te zien. Ik wil jullie weer erg bedanken voor het kijken. Laat vooral even weten of jij ook graag in de sales shopt. Of dat je denkt, het is mij te chaos. Ik ga er niet voor. Ik ben trouwens vandaag, wat is het, woensdag. Dus vast niet heel erg druk. Ideaal. Laat even weten onder in de comments. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het super vinden als je een duimpje omhoog wilt doen. En je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Of een van mij, daar ben ik ook wel heel erg blij. En nogmaals bedankt en tot snel. Doeg! Fijn aan en ik vind het gewoon een fantastisch ding. Het was echt... Nog geen 5 euro en ik vind het echt fantastisch.